SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk tegen Genemuiden, gespeeld op zaterdag 26 februari 2022. Scheidsrechter deze middag is de heer Groenewegen. En onze pupil van de week is Pieter Mazereel. Helaas hebben we zijn actie richting de goal van Genemuiden niet goed op beeld. Want zoals u ziet werd er wat vuurwerk afgestoken door de aanhangers van Genemuiden. Jammer voor hem, maar we gaan nu verder met de wedstrijd. Verre ingooi van Genemuiden van Bart-Jan Brouwer. Komt terecht bij Minima. Simon Eekhoorn schiet op de goal en met de uiterste vingertoppen weet Richard Strijker deze bal over de lat te werken. Corner voor Genemuiden. Wordt voor de goal gebracht, weggekopt door Urk. Nogmaals ingebracht. En dan is het Johannes Schrijver die de derde corner op rij voor Genemuiden veroorzaakt. Is het hier Miedema die zijn schotje naast ziet gaan. Van Urk riekelt Jan Brands aan de linkerkant. De verre ingooi. En dan staat er een klein beetje onrust voor de goal van Hidde Streutker, de doelman van Genemuiden. Maar wordt allemaal keurig en netjes opgelost. Dus Urk riekelt Nijntjes. Als Romkes aan de linkerkant. Een lage voorzet. Nogmaals een keer bij Klaas Romkes. En dan is het Lucas Nagel. Wordt de bal aangeraakt door Hessel Snoek. En dan hebben we 15 minuten gespeeld. En staat Urk op een 1-0 voorsprong tegen Genemuiden. Mislukt schot eigenlijk van Lucas Nagel. En dan is het Hessel Snoek die zijn teen nog tegen de bal weet aan te zetten. Urk op een voorsprong na 15 minuutjes. De wedstrijd is opengebroken. Een wedstrijd die tot dusver een beetje tam was verlopen. Rieltje Brands. Een verre inworp. Ieder Nijntjes van de bal gezet. Benny Dunnek met de sliding. Keurig op de bal. Weet die gevaarlijke situatie op te lossen. Lucas Nagel op Hessel Snoek. Die passeert zijn tegenstander. Legt terug op Riekelt Nijntjes. En die schiet 3 metertjes naast het doel van Streutker. Toch wel een grote kans voor de Urker. Diep bal van Genemuiden wordt opgevangen door Ieder Nijntjes. Maar die raakt hem kwijt. En dan is het aan de linkerkant Ben Kadour die probeert Benny Dunnek te passeren, maar de centrale verdediger van Urk stond deze middag constant op de goede plek. De bal wordt moeizaam weggewerkt. Nieuw opgevangen door Genemuiden. Dan komt er een voorzet aan een schot en dat gaat een metertje naast het doel van Richard Strijker. Urk weer met Hessel Snoek. Lucas Nagel. Breed op de linkerkant op Riekelt Nijntjes. Kapt zijn man uit. Komt er een bal op William de Boer. Maar via een tegenstander gaat de bal achter en verdient Urk een hoekschop. Johannes Schrijver achter de bal. Zo'n lekkere strakke voorzet. De bal weer opgevangen door Ieder Nijntjes. Dat is een soort schot. CQ voorzet. Die een metertje of wat naast het doel van Genemuiden. Achter de lijn komt. Dan is het Genemuiden weer. Het is druk voor het doel van Richard Strijker. De bal op de buitenkant gespeeld. En dan komt er een voorzet.
half weggekopt, niet weggekopt. En dan heeft scheidsrechter Groenewegen een overtreding gezien van Rikert Jan Brands. De rugloper van de tegenstander. En dat betekent dat de nummer 7, Bent Kadoer van Genemuiden, op slag van rust een strafschop mag nemen. Riese Schrijker die zit wel aan de bal, maar de strafschop schiet Bent Kadoer binnen. Zo staat het 1-1. En een beter moment dat Genemuiden zich niet kunnen wensen zo vlak voor rust. Nessel Snoek met een wat onhandige overtreding en dan slaat toch de vlam een beetje in de pan. Er wordt wat geduwd, er wordt wat getrokken. Scheidsrechter Groenewegen heeft de gele kaart voor Nessel Snoek al in de hand. Hij zal die straks ook geven, maar daarnaast geeft hij hem ook nog aan een speler van Urk, Lucas Nagel. En een speler van Genemuiden. Dat zo vlak voor rust. Maar niet veel later sluit de scheidsrechter dat het rust is. Dan gaan we rusten bij een 1-1 tussenstand. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, dan gaan we verder met de tweede helft. De Trikelt Jan Brands die Klaas Rompkes inspeelt, die vandaag weer centraal voorin stond. Dan is het Hessel Snoek. Een lage voorzet op diezelfde Klaas Rompkes. Die krijgt hier een vrije trap tegen. Waar hij eigenlijk verwachtte dat hij een strafschop mee zou krijgen. Heerlijke weersomstandigheden trouwens op deze 26 februari. Een heerlijk zonnetje scheen bijna de hele wedstrijd op Sportpark de Vormt. Plus het feit dat er toch een kleine 1700 à 1800 toeschouwers aanwezig waren om deze topper in de hoofdklasse B te bekijken. Een vrije trap voor Genemuiden. Snel genomen. Linkerkant van Marine Snoek in het veld gekomen was in de rust voor Iden Eindjes. Deze lob van Genemuiden levert geen problemen op voor Richard Strijker. Rikert Jan Brands, Lucas Nagel. Breed op Marine Snoek, rechterkant. Hessel Snoek, Johannes Schrijver. Klaas Ronkes, die kan door aan de rechterkant. Op zich spelen, maar dan ligt doelman Hidde Streuker in de weg. En levert deze aanval Urk niet meer op dan een hoekschop. Hoekschop die niks oplevert. En dan gaan we gelijk over naar de volgende hoekschop voor Genemuiden. Weggebokst door Richard Strijker. Opnieuw ingebracht. En opnieuw een schitterende redding van de doelman van Urk. Johannes Schrijver met een balletje er net tussen. Maar Rikert Jan Brands is attent. En denkt van, kom, we schieten maar eens een keertje van de meter of 16. En op een werkelijke fantastische manier schiet hij de bal achter Hidde Streuker. Urk op een 2-1 voorsprong. En dat vier je natuurlijk op je eigen helft. Vlak voor de toeschouwers van Genemuiden. Kijk nog maar eens een keer in de herhaling. 16 meter. En hij haalt verwoestend uit. Streuker zit er nog wel aan met de hand. En via de onderkant van de lat. De bal in het doel. Urk op 2-1 voorsprong. En dan hebben we een kwartiertje gespeeld in de tweede helft. En volgt er een wissel aan de kant van Urk. William de Boer gaat het veld uit. Hij wordt vervangen door Lucas Schraal. Goed, Genemuiden moet dus op zoek naar een doelpunt, om in ieder geval een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dus Benny Dunning die verdedigt, maar dat gebeurt ten koste van een hoekschop. Weer hoog voor het doel van Richard Strijker, die grijpt een beetje mis. En dan is het Jelle de Boer die de bal van de lijn haalt. Genemuiden protesteert wel.
Maar het is niet goed te zien of de bal achter de lijn geweest is. In ieder geval, Richard Strijk heeft de bal. Scheidsrechter Groenewegen zegt dat er niks aan de hand was. En we gaan gewoon weer verder. Jelle de Boer. Nog een keer Jelle de Boer, maar die speelt in de bal net iets te ver voor zich uit. Zodat het onbestreken van Genemuiden kan ingrijpen. En gelijk een lange bal naar voren. Maar de verdediging van Urk weer keurig op zijn post staat. Klaas Romkes. Die weet omringd door twee Genemuiders toch een hoekschop uit het vuur te slepen. Jelle de Boer was trouwens in het veld gekomen voor Hessel Snoek. En Johan de Schrijver. Zo'n heerlijke strakke voorzet. En dan is het Klaas Romkes die voor zijn man komt. En de bal in de uiterste hoek weet te koppen. 85 minuten gespeeld. Wedstrijd beslist. Schitterende goal van Klaas Romkes. Die de stand op 3-1 brengt. En kijkt naar de vreugde bij de speler van Urk. Nogmaals in herhaling. Precies voor de man. En dan mag je toch bespreken dat deze wedstrijd in de pocket is voor Urk. 3-1 voorsprong, 5 minuutjes spelen. Gele kaart voor Klaas. Omdat hij zijn shirt uittrok. Maar goed, dat zijn hem vergeven. Genemuiden probeerde daarna natuurlijk met de moed der wanhoop nog iets aan de stand te veranderen. Krijgt hij nog een vrije trap op een gevaarlijke positie. Boutsamar met de vrije trap. Voor het doel, maar de bal wordt achtergekopt door de speler van Genemuiden. Levert dus een doeltrap op voor Richard Strijker. Hier weer een gevaarlijke situatie op, maar deze keer is het Klaas Kramer. Die opruiming weten houden we dan. Krijgt Urk een vrije trap vanwege een hensbal van de speler van Genemuiden. Klaas Kramer was trouwens in het veld gekomen voor Klaas Romkes. Die 10 seconden na zijn doelpunt door trainer Gert-Jan Karsten werd gewisseld. Dat is opnieuw Genemuiden. Een voorzet. Maar die wordt weggewerkt. Dan besluit scheidsrechter Groenewegen dat het genoeg geweest is. Urk wint de topper tegen Genemuiden met 3-1. En zoals gewoon kunt u straks nog luisteren naar de interviews met trainer Van der Wij en Karsten van zowel Genemuiden als Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. René van der Wij, wat voor nederlaag is dit voor jou? Een nederlaag met perspectief. Ja, we weten wat wij volgende keer beter moeten doen. We wisten wat we konden verwachten. Urk Genemuiden is hectisch, is strijd, vaak niet goed voetbal. Nou goed, wij weten absoluut wat we beter moeten doen. Want we hebben vandaag te veel duels verloren waarin we de laatste tijd gewoon echt goed zijn. Ja goed, dat hebben we vandaag niet gedaan. En hoe kwam dat het vandaag niet lukt terwijl de laatste 5 weken jullie zo'n goede resultaten hebben geboekt? Wat is daar de reden van, denk je? Nou ja, één, de tegenstander uiteraard. Niemand speelt hetzelfde bij ons. We wisten wat we konden en moesten verwachten van Urk. Veel ballen in de diepte, veel hoge ballen. Nou ja, normaal zijn wij gewoon heel kopsterk achterin. Nou, en ik vond dat we daar vandaag echt moeite mee hadden. Spitsen waren goed in de weer van Urk, waren gevaarlijk, waren bezig. Ja, en ik vind dat wij verloren hebben op het middenveld. Wij hebben daar echt de ruimte gehad om te voetballen. En dat hebben wij niet gedaan. Dus ik kan de jongens echt bijna niks kwalijk nemen. We hebben hard gewerkt, we hebben ervoor gestreden. Maar we zijn vergeten, we hebben vergeten om te voetballen. En ja, vooraf, het is wel 40 kilometer van elkaar. Het is toch een echte derby-sfeer die zo'n wedstrijd met zich meebrengt. Hè? Ja, maar ik denk dat dit is amateurvoetbal in de hoofdklasse in top. Ja, veel mensen, publiek. Ik denk dat de neutrale toeschouwer die heeft genoten. Die van Urk vandaag ook en die van ons minder. Maar goed, dit is wat het hoort. Er hoort strijd te wezen. En na de tijd gaan we weer goed met elkaar om. Dus voor mij zijn dit mooie wedstrijden.
Voor het publiek in ieder geval ook, René. Dankjewel. En in ieder geval veel succes in het vervolg. En er komt ook altijd nog een wedstrijd Genemuiden-Urk. Dankjewel. Jan. Hele grote. Als het even nog kan. Ik zei net een hele grote smile, want dit is wel een hele mooie overwinning, hè? Voor de mensen op Urk is dit een mooie overwinning, ja. Voor mij is dit de zoveelste dit seizoen. Hè, want daar gaat het om. We spelen competitievoetbal. Dus het gaat over een langere periode. Maar wat René, wat hij als laatste zei, heb ik volgens mij bij Genemuiden voor de camera ook gezegd. Kijk, dit is misschien wel de grootste wedstrijd op amateurniveau in het noorden. Kijk, er zijn ploegen die hoger spelen, maar dit zijn historisch gezien twee grotere clubs. En dan merk je aan de ambiance. Ik zei op een gegeven moment tijdens het tegen Henry van, hey, dit is de eerste keer dat ik op Urk ben dat de auto's weer achter de kool staan. En dan weet je dat het druk is. En als je dan ook nog wint, dan is dat voor Urk mooi. Maar wij waren vorige week niet zo slecht als de uitslag deed vermoeden. En vandaag zijn we ook nog niet zo goed als de ranglijst doet vermoeden. Maar als je dan kijkt naar de wedstrijd, ja, over en weer weinig kansen. En dat betekent dat ook Urk organisatorisch heel goed stond in alle linies. Ja, nou, daar hebben we op gehamerd deze week. Team spirit, want dat miste ik. En dat heeft meerdere oorzaken. We waren vorige week ook wat onthand, dus we moesten wat schuiven. Vandaag stond het weer iets vaster in het cement, zeg maar. Met logischere, denk ik, keuzes op mensen op eigen plekken. Moesten toch drie keer fysiek wisselen. Want het was ook echt een stevige derby bij Toeren. Met een scheids die dat goed liet doorgaan. Maar ja, daardoor ontstaat er af en toe ook wel eens een kneuzing her en der. Ja, en ik denk uiteindelijk, als je alleen al de tweede goal kijkt, dan dat is prachtig natuurlijk onder deze omstandigheden zo'n doelpunt maken. Iemand die elke week mij een appje stuurt, we gaan toch wel dom op de goal schieten en niet dat tactische geleuter van jou. En die maakt hem dan zo, dus dat is wel leuk voor Riekeltjan en voor de hele club, want ik had daarna wel het idee. En als ik heel kritisch ben, dan hebben we dat slecht gedaan. De laatste 20 minuten krijg je 5-6 keer een overtal met 4-5 man voor de bal. Ja, dan moet je die 3-1 moet eigenlijk eerder vallen, dan word je wat rustiger, hè. En dat rustig zijn, ik kom even terug op de laatste 10 minuten van de eerste helft. Toen gooide Genemuiden nog wat extra in de strijd. Ja, ik had het idee dat Genemuiden toen bezig was om jullie uit je spel te halen. Door middel van wat fysiekere kracht en wat dat ze de rust op dat moment even niet konden bewaren. Heb je daar in de rust ook wat van gezegd? Nou, wij in balbezit deden we het gewoon nog niet goed. En de goal, de tweede goal, kijk die maar na, daar doen we het wel goed. En als je dan goed staat en je speelt de bal naar de goede kleur, dan ziet het er allemaal heel makkelijk uit. Maar die twee gele kaarten toen aan de zijkant van het veld, aan de overkant, dat was zo'n moment dat Urk zich even vergat in mijn beleving. Ja, maar dat hoort ook bij deze wedstrijd. Kom op, Urk, Genemuiden. Jullie moesten kijken hoeveel publiek er was. Dat leeft hier en dan leeft dat ook in het veld en dan gaat het even hard tegen hard. En volgens mij was het toen die afloot alweer de vrede getekend en... Als we daar straks naartoe gaan, dan is het de laatste wedstrijd van het seizoen. Wie weet wat er dan allemaal op het spel staat. Dan gaat het nog harder, denk ik. Ja, dat hoort erbij. Maar ik vond met name dat we de eerste helft in balbezit nog te snel lang speelden. Te weinig de rust zochten van het positiespel. Te weinig van kant naar kant speelden. Erkenden ze gelukkig zelf ook. Hebben de tweede helft beter gedaan. De tweede bal hebben de tweede helft continu gewonnen. Ja, en als het op conditie aankomt, dan is Urk dit jaar eigenlijk standaard altijd het laatste half uur sterker dan de tegenstander. En dat vond ik vandaag eigenlijk ook met Johannes met name, die weer echt ouderwets van 16 tot 16 speelde. En ja, weet je, ik denk de 2-1 van Riekeltjan maakt het verschil in beleving, want daarna had je wel het gevoel die is voor ons. Dan, ja, het is een gouden dag voor SV Urk, want heb je de stand al even gekeken? Ja, hij staat al op Instagram. Want, wat staat erop? Ja, wat staat erop? Ik heb geen idee, maar ik heb het vorige week al heel voorzichtig gezegd. Volendam die wint wel van ons, maar niet van AZSV. Dus ja. En ja, Flevo Boys heeft geloof ik gewonnen, hè? Dijk ook verloren, en Volendam verloren, Genemuiden verloren. Dat betekent dat er op het ogenblik een koploper is en die komt uit. Nou ja, weet je wat het grappige is nu? Die komt uit. Dat weten we nog niet. Maar wat leuk is, als ik het woord boys gebruik, dan word ik hier met de grond gelijk gemaakt. Maar Flevo Boys won vandaag van Eemdijk en moet inhalen tegen. En als Flevo Boys daar resultaat boekt en we zouden dan nog bovenaan staan, dan zal ik zeggen dat we koploper zijn. Ik bedank je in ieder geval en dank je wel jou en je hele selectie vandaag voor de heerlijke, attractieve wedstrijd. Veel succes in het vervolg. Dankjewel.